San Pedro is het decor voor de enige oefenwedstrijd van ADO Den Haag tijdens het trainingskamp aan de Zuid-Spaanse kust. KV Mechelen is de tegenstander en de publieke belangstelling is aanzienlijk. Maar vooral publieke belangstelling met een Haagse tongval. Het zijn mensen die uit de buurt komen en deze wedstrijd maar even meepikken. ADO begint aardig. Hier Ruben Schaken. En uiteindelijk levert het ADO Den Haag de eerste corner van de wedstrijd op. John Metgod, technisch manager, is ook mee. Denkt dat de overwinning al in de pocket is. Maar deze kopbal van Vito Wormgoor gaat uiteindelijk naast de goal. Slippertje van Beugelsdijk. Bij toeval valt die bal uiteindelijk nog voor de voeten van Ruben Schaken. Hier 1-1 met directe tegenstander. Moet naar het linkerbeen en dwingt dan de doelman toch nog tot een redding. KV Mechelen is de nummer 10 van de Belgische competitie. Het is een mannelijke wedstrijd. Overtreding van Kanon en hier Wormgoor naar de grond. En dan claimen de Belgen een penalty, maar de scheidsrechter wil daar niet van weten. Mike Havenaar in de spits bij ADO Den Haag. Sneller dan verwacht hersteld van de ribblessure. Speelde de eerste 35 minuten. Ging daarna naar de kant en werd vervangen door Christensen. Hier houdt de ADO druk op KV Mechelen. En dan moet er uiteindelijk wel een keer een kans uit ontstaan. Jansen. Schaken. Uiteindelijk via Edouard Duplan. Komt de ADO in balbezit. En het schot is dan uit de tweede lijn. Maar gaat net naast de goal van KV Mechelen. Zo zijn er momenten voor ADO Den Haag dat het best aardig doet in de eerste helft. Met Kanon overigens als linksachter. In plaats van de geblesseerde Aaron Meijers. Hier ook nog een schotje. Maar ook weer in de handen van de doelman Duplan dan. Met de hoekschop en de kopbal van Timothy de Rijk. Het gaat naast de goal en zo is de ruststand in San Pedro op de plek waar de plaatselijke amateurvereniging speelt. Een doelpuntloos gelijkspel, de ruststand. Hier moet Hansen aan de bak, want in de tweede helft komt KV Mechelen wat meer opzetten. En wordt de ADO met regelmaat even teruggedrukt richting de eigen 16. De ADO probeert wel te blijven voetballen. Inmiddels dan met twee spitsen en met Christensen dus erbij op het middenveld. Wordt overigens met regelmaat gewisseld. En hier Schaken die een penalty claimt. Maar ook hier zegt de scheidsrechter dat er helemaal niets aan de hand is. Zo zijn er wel wat momenten van discussie in deze wedstrijd. Waarin veel duels worden uitgevochten. Maar dat is natuurlijk nooit slecht. Hier is ADO gezien. Want hier lijkt de goal in de maak. Maar uiteindelijk gaat Vergier 1-1 met Hansen in de fout. Maar Mechelen wordt wel wat sterker. Hier weer tumult in het strafschopgebied. Hier is Matthijs sneller bij de bal dan Tom Beugelsdijk. En zo komt KV Mechelen, zoals gezegd, dus de nummer 10 van de Belgische competitie op een 1-0 voorsprong. Ploeg waar Van Veldhoven, in Nederland wel bekend, oud-trainer van Roda, onlangs ontslagen is en vervangen door Jankovic. Dan hier Duplan naar de grond. ADO zegt penalty. Scheidsrechter zegt nee. KV Mechelen zegt nee. En er gebeurt dan uiteindelijk niks. Een kwartier voor tijd. Als Hevel, Castaneer, Goré en Morengo dan ook al in het elftal gekomen zijn, probeert ADO Den Haag met man en macht druk uit te oefenen. Natuurlijk op KV Mechelen. En dan ligt het achterin een beetje open, maar hier komt Matthijs er niet langs. Hier is nog een tweede poging. En dan uiteindelijk ook hier geen penalty voor KV Mechelen. En dan dreigt toch de overwinning voor de Belgen. In feite zijn hier Vergier oog on oog met Martin Hansen, die niet eens zo heel veel te doen kreeg in deze wedstrijd. Wedstrijd die dus hoort bij het trainingskamp van ADO in Soto Grande. Zaterdag is de laatste dag. Dit is ook het laatste moment. Marengo gaat richting de doelman, maar de doelman is er eerder bij. Wedstrijd eindigt in een 1-0 overwinning voor KV Mechelen. Omdat ADO met verenigde krachten wel probeert in de buurt van de Belgen te komen, maar er niet in slaagt.